Goedemiddag en welkom bij de tweede podcast. Ik wil ten eerste iedereen bedanken voor alle feedback die we hebben gekregen bij de eerste editie. Ik wil de Melkweg bedanken. Ik wil Team Milkmaid natuurlijk ook bedanken. En ik wil vooral Fleury bedanken dat we deze mooie ruimte kunnen gebruiken. Zoals jullie zien zitten we met nieuwe tafelgasten, zelfde tafelgasten. Het zijn de mensen die het hebben gehaald en ja, andere mensen hebben het niet gehaald, helaas. Het hoort erbij. Links van mij heb ik een nieuwe gast zitten, dus stel jezelf maar voor. Ja, goeiedag. Mijn naam is Jetro Beeldsnijder, ook wel bekend als Blok. Ik ben een zesde deel van het collectief Soul Trash. En ja, de dingen die ik ga vertellen aan deze tafel, die zijn dus gewoon excellent en altijd gewoon on point. Dus dat kan je verwachten van mij, altijd gewoon goede dingen. En naast Blok hebben we ook een nieuwe gast zitten. Goedemiddag, mijn naam is Ibn Met. Ik ben 18 jaar oud. Ik ben een derde van het Snapcollectief, Snapkids. En ik doe de media voor Afrolusjes. En we hebben ook een nieuwe dame aan tafel. Stel jezelf maar voor. Ik ben Jasmin, ik ben 19 jaar. Ik doe social media voor Afrolusjes. En doe ambassadeurgroepen beheren. En we hebben ook natuurlijk onze vaste gasten. Kijk even links van mij. Is dat Shilton? Is doe normaal, hij zit er weer. Ik zweer het je. Ja, en Farah, ik was hier vorige keer ook al, toen liep ik hier nog stage, nu niet meer, maar ik vind dat nog leuk om hier te zijn. Oké, okay, top. Top, iedereen is er, iedereen is blij en gelukkig hoop ik. Eerste vraag, wat luistert iedereen? Kijk een beetje links van me, wat luister je de laatste tijd, Blok? Laatste tijd? Ik zeg je eerlijk man, ik luister een beetje dingen zelfs man. Beetje Roddy Ricch. Oké, Roddy Ricch. Weet je toch, Ronnie Flex. Roddy was laatst in Nederland, toch met Post? Ja, hij was in Nederland, maar ik ben niet gegaan. Jammer. Maar Roddy Ricch, Ronnie Flex. Ja, Blok luister ik natuurlijk een beetje Soul Trash. En ja, dat soort dingen, man. Ik zeg het je. Dat zijn die dingen, man. Ik zweer het. En Jay? Ja, ik luisterde ook Roddy Ricch. En heel veel UK grime en drill, man. Oké. Want die scene is wel pop in de laatste tijd. Ja, klopt. We gaan super hard daar. Ja, man. Favoriete artiest uit de UK? Ik denk nu Unknown T of Lowski. Ja. Okay. Cool. Ja, ik luister veel nieuwe muziek. Ja, ik wacht altijd op vrijdag. Dat is mijn ding. Een van de harde dingen die ik deze week heb gehoord, dat is die Daily Doppie van Mos Def. Als je het niet hebt gehoord, checken, die gaat epic. Ja. Ja, man. Shizzle, shout-out aan Nafi voor zijn nieuwe tape die er is. We denken. Wie? Joseph muziek, Nafi. Nafi. Nafi, ook getekend bij het ding, is toch cool, man. Ja, maar shout-out Soul Trash sowieso. Moespa. Dat had niet eerder van de zand. Ik luister eigenlijk de laatste tijd naar die nieuwe sessies van 101 Bars. Joseph nieuwe muziek. En ja, eigenlijk ben ik de laatste tijd meer op die old school, man. Oldschool R&B. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar... Ook een beetje R. Kelly? Nee, toch? Nee, daar komen we later op terug. Moet ik wel eerlijk zeggen dat T-Pain... Hij heeft gedropt. Ja, ik heb het gezien, maar ik heb het alleen nog niet geluisterd. Dat is hard. Ja, man, T-Pain moet je luisteren. Weet je wat echt hard is van T-Pain? Die man zet een show, hè? Hij staat gewoon zijn eentje op podium en die man danst gewoon. Hij heeft moves, man. Ja. Hij is een big man, maar hij heeft moves. Dat is heerlijk. Sowieso. Ja, afgelopen vrijdag is natuurlijk best wel veel uitgekomen. Dat Gunna-album die afgelopen vrijdag is uitgekomen, ik weet niet of iemand geluisterd heeft, maar die vond ik wel echt dope. En zo'n groep, volgens mij heet ze Higher Brothers, is een Chinese rapgroep, ja. Maar ze zijn echt hard. En ze werken gewoon met Amerikaanse artiesten samen, J.I.D., Schoolboy Q, ze staan allemaal op dat album, Ronnie J als producer en zo. Ze hebben echt heat wat ze maken, dus dat is ook afgelopen vrijdag uitgekomen, daar luister ik ook wel veel naar. Ja, en Khaled heb ik, of Khalid, ik weet niet meer. Khalid, ja, maar heb ik pas beseft. Ja, hij maakt muziek op de grens van zeg maar radiomuziek en. Ja, ik snap je. Spotify muziek, maar. Spotify muziek. Ja, man. What the fuck is dat? De grens. Oh, sorry, wat is dat? Dat is Spotify muziek. Is jullie uitdrukt op Spotify? Ja, wat lekker man. We gaan verder. Weet je wat ik laatste tijd luister? Heel raar is gewoon, ik luister alleen maar La Rouche, man. Ja? Ik zeg het jullie heel eerlijk. Ik was laatst naar GoTo gegaan. GoTo komen, ja, ik was laatst naar GoTo gegaan. Ik hoorde die focus weer. En het was echt van, ja, ik zit in die vibe, man.
het werd gewoon tropisch. Het was buiten koud, maar het was gewoon warme vibes van, bro. En iemand die ik ook echt altijd dagelijks luister, de laatste tijd, is misschien wel ook een beetje controversieel, is Fijs, man. We zijn Fijs laatst verloren. Rotterdamse rapper, voor de mensen die dat niet weten. Eigenlijk de wederhelft van winnen, kan je ook wel zeggen. En op 1 januari is die man helaas overleden. Tragisch. En ja, ik vond toch wel dat Fijs zijn stempel heeft gedrukt in de scene. Ik weet niet wie nog meer echt veel Fijs luisterde. Ik kijk een beetje om me heen. Nou, ik heb niet per se heel veel naar hem geluisterd, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, hij heeft wel gewoon bijvoorbeeld die 101 sessie met winnen en zo. Dat is gewoon classic. Ik denk dat iedereen die in Nederland gewoon een beetje naar hiphop luistert, die kent dat wel gewoon. En die respecteert dat ook wel gewoon. Dus het is wel echt zonde dat hij gewoon zo vroeg is overleden. Wat dat betreft. Ja, want die 101 sessie was wel echt legendarisch, man. Mm-hmm. Dat is een van de sessies die je nooit gaat vergeten. Maar wat ik echt vet vond aan Fijs' muziek is, hij vertelde zeg maar zijn levensverhaal. Maar ik had het meer het gevoel alsof hij echt met me sprak, weet je. Hij deelde zijn verhalen met mij en ook waarmee hij struggelde, weet je. En heel veel mensen hebben dat ook ervaren van als een zware tijd, dat was Fijs gewoon voor hen. En dat is een mooie muziek, weet je. Ik denk ook dat hij van echt een generatie was dat mensen verhalen gingen vertellen. Ja, en ik vind het jammer dat het een beetje anders verdwijnen is. Ja, gewoon sowieso echt puur lyrics. Lyrics is gewoon wat hij brengt, weet je. En dat zie je nu wat minder misschien in de rap game. Dus dat is wel eigenlijk iets dat we nog wel soms een beetje nodig hebben, weet je. Dus daarom kan ik ook zijn muziek wel nog echt waarderen. Ja, zeker, zeker. Ja, ik weet niet, man. Ik denk dat zijn muziek wat later bij me gaat aankomen, man. Want ik weet niet, het is niet per se dat ik het niet voel, maar... Dat is niks. Is niet, ja. Je dacht helemaal niks? Dat is niet echt per se mijn muziek of zo, man. Mm. Ik denk dat is echt muziek. Weet toch, als je later, tenminste voor mij, ik denk dat als ik later wat ouder ben en wat meer heb gezien, dan denk ik dat het beter aankomt dan nu. Mm. Want ik luister er nu naar, maar het pakt me niet zo als jullie het beschrijven. Ja, ik heb met Vice meer dat hij gewoon echt real shit vertelde. En ja. Het was heavy, man. Zijn muziek was niet altijd vrolijk. Ja. Het is meer food for thought dan gewoon vibe muziek. Ja, zeker. Maar toch, Fijs heeft inderdaad een legendarische 101 sessie gezet. En ik voel ook de laatste tijd, Jasmin zei het ook, dat 101 de laatste tijd wel wat beter draait, man. Ik heb het gevoel dat ze de echte rap weer beginnen te pushen naar echte rap. Gewoon weer dat mensen gewoon komen om niet studiomuziek te doen, maar gewoon even echt bars te droppen en dan weer weg te gaan. Gewoon even een stempel achterlaten. Ja, Blok, je hebt ook wel wat ervaring met 101. Ja, man. Wat vind je ervan de laatste tijd? Wat moet ik zeggen, man? Ja. De laatste tijd, ik heb niet heel veel 101 gecheckt, man. Zeg gewoon eerlijk. Je weet toch, ik heb die van Joe gekeken. Ik heb die van Snelle heb ik gekeken. Maar los van dat heb ik niet echt heel veel dingen mee gekeken, man. Want zeg maar, het is wel een beetje terugkomen dat iedereen zegt van ze laten 101 een beetje gaan, weet je. Het is een beetje zo'n prestige kwijtgeraakt. Vroeger was het elke week als er 1-1 was, iedereen was vet hype. Maar nu lijkt het alsof dat een beetje begint te verdwijnen. Ja, dat ding is, het is niet zijn prestige kwijt. Het is ook niet zeg maar zijn strepen verloren, maar het is meer dat 1-1, het is nu zo zeg maar zo frequent. Je weet toch, het valt gewoon niet meer bij te houden. En ook gewoon telkens nieuwe rappers die dingen komen promoten. En weet toch, ik wil niet altijd dingen horen die gewoon gepromoot worden. Weet je toch, Mokromene kwam daar en ging zingen. Hey. Dacht, wat doe je nou eigenlijk? Wanneer ging hij zingen? Zijn laatste sessie? Oh, die laatste sessie, toen kwam hij terug, zeg maar. Toen ging hij redeemen, toch? Jezus. Ja, dat snap ik. Maar toen, daarvoor, toen ging hij die tape uitbrengen, toch? Toen hij net had getekend bij Top Notch. Ja. Kwam hij raar, single doen en zo. Maar hij ging ook gewoon spitten. Hij mag het wel. Hij kan wel dun, hoor. Maar van hem vind ik dat hij mag. Maar hij zijn nog in, hij nog in die, broer, hij zijn nog in die tweede sessie van... vandaag ben ik niet bij 101 om een single te promoten. Toen ging hij even uitleggen van waarom hij zo kan bij 101. Want hij wist zelf van, het was niet echt hard. Ja. Dat is waar ik ben. Ja, maar toevallig dat we het over Mokromaniac hebben. Laatste tijd is er ook een nieuwe trend, vooral met albums, dat mensen tracks toevoegen. En het begon volgens mij rond 2015-16. Kanye West had The Life of Pablo gedropt. En het was een beetje incompleet. Dus hij begon tracks toe te voegen. Hij begon tracks aan te passen. En het begint een beetje een nieuwe trend te worden. En persoonlijk, ik vind er echt niks aan. Een album is, er wordt gedropt 13 tracks. En opeens na 2 maanden zeg je mij van ja, luister het weer opnieuw. Er zijn 5 nieuwe tracks erbij. Mm. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Een beetje vaag. Ja, vroeger brachten mensen dan gewoon zo'n deluxe album uit of zo, toch? Dus gewoon een album en daarna nog een deluxe album uitbrachten met een paar tracks erbij.
Maar bijvoorbeeld bij dat Kanye-album, dat was volgens mij The Life of Pablo, had hij wel gewoon echt veel tracks gewoon echt inhoudelijk aangepast. Ja, en dat is wel echt iets nieuws. En dat kan, als, je die, als iemand vroeger een cd kocht, dan was hij gewoon in diegene's bezit. Ja, ja. En dan kon je niet dan nog iets daar gaan aanpassen. Dus dat hoort ook wel een soort van bij deze tijd, dat nu alles gewoon online staat op Spotify, et cetera. Dat mensen dat gewoon mogelijk is. Maar bijvoorbeeld dat album van Kanye, wat je net als voorbeeld noemde, dat vond ik wel verbeterd nadat hij die aanpassing had gedaan. Dus in dat geval was ik er wel blij mee. Maar inderdaad, als ik al niet zo hype ben over een album en dan komen er ook nog eens een keer daarna tracks bij, dan gaat dat denk ik niet heel veel voor mij doen of zo. Maar waarom brengen die artiesten niet gewoon een album uit als een deluxe album? Want kijk, als het is minder aantrekkelijk, lijkt mij, als je je album gewoon aanpast met nieuwe tracks om het weer opnieuw te luisteren. Van nee. Yo, ja, check het. Het gaat een beetje vanaf wat die toevoeging is toch? Als het zeg maar bij de rest van je tracks past, als het bij die storyline past, dan en het album is hype, dan is het geen probleem. Maar als het al ruis was, nu, nog 5 tunes, nog meer ruis. Dan denk ik wel, waarom doe je dat? Ja, maar ja, het gaat, mensen denken gewoon ook na over hoeveel streams ze krijgen en hoeveel nummers ze uitbrengen. En weet je, soms proberen mensen ook echt lange albums gewoon bewust vanwege streams uit te brengen. Dus ik denk dat dat ook gewoon een reden is waarom mensen dat doen. Ja, ik denk ook dat het marketinggericht is. Maar lange albums, ja, dat komt niet meer zoveel voor. En wat ik tegenwoordig ook zelfs merk, is dat tracks gewoon veel korter worden. Ja. Je hebt tracks van 1 minuut 50. En ik denk persoonlijk, of ik heb ook gehoord volgens een paar artiesten, niet echt grote artiesten, maar opkomende artiesten, dat ze zeggen van, als een track korter is, dan kunnen ze veel meer streams pakken. Weet je, als een track van 1 minuut 50 is, kan je hem in 10 minuten kan je hem natuurlijk 5 keer luisteren. Maar een track van 6 minuten, ja, die luister je maar 1 keer. En dan denk je van, ja, is even genoeg geweest voor vannacht. Dit heeft ook zo'n effect, toch? Dat je sowieso... Je gaat sowieso... Als die track zo kort is en je vindt het hard, ga je nog een keer luisteren. Als die track 3 minuten is, dan heb je 2 keer hoek gehoord. Of misschien 3 keer hoek, dus dan ben je verzadigd. Maar als die hoek gewoon 1 keer voorbij komt, dan ga je nog een keer zetten. Ik denk dat de strategie erachter is, maar... Ja, maar ik dacht juist dat artiesten ook juist lange albums zouden uitbrengen, omdat je dan zeg maar meer nummers hebt die gestreamd kunnen worden. Dus bijvoorbeeld Culture 2 van Migos, die was echt insane lang. Ja. Ik echt dacht, waar gaat dit over? Waarom zou ik zo'n lang album van jullie wat alleen maar hetzelfde is bijna willen luisteren? Maar mensen zeiden destijds dat was vanwege streams, weet je? Dat ze meer streams wilden pakken. Dus... Ja, in Nederland heb ik wel gemerkt dat de tracks wel veel korter worden. Ja. Internationaal misschien niet, maar hier zo dan. Een groot voorbeeld daarvan is Jason Trill. Hij kan gewoon tracks van 1 minuut 30 droppen en niemand klaagt erop. Maar dat is ook wel een beetje zijn hele ding of zo, weet je. Ja, je moet ervan houden. Ja, je moet een beetje het balans vinden tussen, denk ik, tussen jouw creatieve vrijheid en commerciële kant ervan, weet je wel. En ik vind het zelf echt wack als artiesten gewoon te veel richting commerciële kant gaan. Echt alleen maar denken van hoeveel streams kan ik hier uithalen, hoeveel mensen gaan hier naar luisteren. Want dan ga je gewoon niet je beste muziek maken, in mijn mening. Dus ja, dat vind ik dan het enige wacke aspect aan deze trend, zeg maar. Het ligt ook een beetje eraan voor wat je het doet, toch? Snap je? Gewoon, je kan muziek maken omdat je dat leuk vindt. I love. Snap je? Maar je kan het ook gewoon doen omdat je gewoon ziet dat het gewoon een lucratieve business is, toch? Snap je? Je hebt ook gewoon mensen die stappen gewoon erin en die zeggen gewoon van ik zie jij kan het, ik kan het ook. Weet je, misschien huur ik Busy wel even snel in, maar... Jezus. Ja, maar dan ben je mij... Ja. Maar eerlijk, dat zijn niet de artiesten die... uiteindelijk echt gaat loeven, weet je. Dat zijn in mijn ogen, dat heb ik. Ja, ik heb altijd dat ik denk van... zijn mensen van 13, die loeven het gewoon. Ja. Ja, toch? Maar kijk, dat zijn dat, precies, die loeven het misschien voor 2 jaartjes. En dan is het... Is een makkelijke doelgroep ook. Ze zijn makkelijk gewoon gepleased. Ik denk ook dat muziek niet meer echt wordt getakeld gewoon voor de youth. En dan bedoel ik echt de youth, like 16 en eronder, weet je. Want dat zijn de mensen die echt massaal streamen. Ja. Als je ook gewoon gaat kijken naar concerten van... grote Nederlandse artiesten, dus mensen die getallen maken. Veel kids. Ja, man. Jonah Frey's release party, eerste 3 voorhand stonden gewoon alleen maar kids. Alleen maar kids, weet je. Met ouders ook nog. Is wel hard, toch? Ja, maar dan ben je wel echt jong. En ik denk niet dat alle artiesten gewoon voor jonge kids muziek willen maken. Mm. Want op een gegeven moment, weet je toch, gaan ze ook op festivals staan. Ze gaan naar zien plekken waar 18 plus en is je crowd 16. Het hangt ervan af wat voor muziek je maakt. Ja, oké, maar weet je toch. Het is wel, het zegt niet dat het slecht of zo is, maar op een gegeven moment is je ding is wel jong.
Ja, en, ja, maar die jonge kids, die jonge kids die taffen wel gewoon alles. Zij willen dingen kopen en zo. Zij gaan naar hun ouders. Papa, zij gaan 6 kilo. Er is een nieuw switch van deze deppen. Mag ik het hebben? Ja, oké, dat is het. Ja, scheuren. Zij bij. Ja, en ook als ik terugdenk aan mezelf op die leeftijd, weet je wel. Heel veel muziek wat ik toen luisterde, dat zie ik nu gewoon echt als classic dingen gaan. Dat was voor mij wel echt veel betekend, weet je. Destijds. En dat heeft me nu wel gewoon gevormd tot wie ik nu ben qua muziek en zo, waar ik naar luister. Ik snap wel dat dat een doelgroep is die je wilt targeten. Maar aan de andere kant, als je echt alleen maar denkt van hoeveel streams kan ik uit die doelgroep trekken en zo, dan loop je het risico dat je meer een trend bent dan echt een artiest. Ja. En dat is gewoon zonde voor jezelf als artiest, denk ik. Ja, we hebben veel nu, toch? We hebben echt dit jaar, of tenminste vorig jaar, 2018, echt veel van dat soort mensen. Mensen die gewoon muziek als alleen een business zien, niet als hun passie. Het maakt het wel toegankelijker. En ik vind ook, by the way, terugkomen op dat punt van jonge kinderen. Ik vind het wel nice dat kinderen vanaf 12, 11 misschien nu al de kans krijgen om naar concerten te gaan. Ik was volgens mij 15 of 16 toen ik naar mijn eerste concert ging. En toen zei mijn moeder, ik moest met mijn oudere broer gaan. Weet je, het was gewoon van, ja, ik vond dat niet zo leuk. Maar uiteindelijk, weet je, het was wel mijn eerste concert. Het was mijn instap naar echt de muziekwereld waarvan ik gewoon hou, weet je. En ik vind het ook gewoon leuk dat het nu kan. En mijn eerste concert was, by the way, J. Cole. Ja, dat was ik. Wat is jullie eerste concert? Voor mij was Justin Timberlake, Sexy Back Tour. Ik met mijn ouders. Ik denk misschien met je wel... Ik was toen 10 of zo. Ik denk misschien wel gewoon Kendrick Lamar hier zo in de Melkweg. Man. Toen ik echt 15 was of zo. Kendrick in de Melkweg. Ja, besef. Dat is echt lang geleden. Ja, man. En jij, Blok? Ik. Hij kijkt naar mij. Nou, maar mijn eerste... Als we met school, man, toen ging ik... Maar Zwart Licht. Zwart Licht. Ja, maar in, volgens mij in een concertgebouw was dat. En was wel lid, man. Ja, is echt nice. Ja, maar en wat toen was, is dat in die klas toch niemand kende Zwart Licht, toch? En ik wel, toch? Zou naar de nee, toch? En, en ik ging allemaal, ik zat zeg maar zo. En die setting was best wel raar, toch? Want iedereen moest op de grond zitten. Oh, volgens mij was dat nog in de documentaire gekomen. Ja, me? Man. Ja, iedereen moest op de grond zitten. En toen gingen ze zeg maar die tunes doen. En toen deden ze zeg maar backup staat klaar. En toen dacht ik van, dit is wat joh. En ze wel meespitten en zo. Toen ging ik meespitten, keken mensen aan naar me zo van... Ik ga een beetje minder meespitten, maar... Achteraf dacht ik wel van, dat is wel echt hard, man. Ik vond Zwart Licht die tijd echt lit. Shana Zwart Licht nog steeds, man. No, Shana Hazy ook, het gaat zitten in oorlog. Komt goed, we hebben het daar later over. En jij? Ik weet niet, man. Ben je opgegroeid eigenlijk in die wereld. Dus ik zou het niet meer weten welke het is. Rochilton, je hebt nu iets spectaculairs. Jij komt nu echt met een spectaculair. Niet per se spectaculair. eerste concert wat ik... Ja, ik denk dat eerste concert is... zat ik zelf in. Dat was bij met leerorkest. In het concertgebouw. Dat telt niet. Waar ben je als eerst geweest, bro? Voor het eerst bij een concert. Oké, dan is het, denk ik, Replay. Mijn oom zingt daarin. Een vierde van Replay. En hij had zo'n show en toen had hij mij en mijn moeder gewoon meegenomen. Om te komen kijken, dus. Dat was ook niet van het publiek, bro. Vanaf backstage, hè? Ja, kom op. Oké, nice. Ja. Wat is bijvoorbeeld je favoriete playlist nu? Ik heb geen playlist, man, bro. Want ik heb geen streaming, bro. Oké, ja. Ik heb geen streaming, wat? Hoe bedoel je? Jay, wat is jouw favoriete playlist? Heb je een playlist of doe je ook gewoon kiezen albums, tracks? Ja, gewoon helemaal klikken, man. Ik gooi iets in en dan... Ja. Luister ik dat en vanaf daar is Spotify zo'n ding wat vanzelf verder gaat. Dat check ik gewoon. Ik zet meestal gewoon... ik zet alles wat ik hard vind, zet ik gewoon bij mijn nummers. Gewoon weer toch hartje erbij. Bij Spotify. En dan gewoon shuffle, man. Want mij... Het is zeg maar in de ochtend zet ik gewoon op shuffle. En dan meestal de tune die ik hard vind, dat bepaalt een beetje de sfeer van de dag wat ik ga luisteren. Ja. Geloof je? Ik heb eigenlijk dat hetzelfde. Ik zet gewoon mijn eigen tunes op. Maar als ik wat nieuws wil zoeken, meestal is het wel woordenschat. En dan zet ik het gewoon op... Kachel. Wat zei ik? Woordenschat. Ja, woordenschat. Dan zet ik het gewoon op shuffle. En dan kijk ik wel wat ik nice vind. Of het in mijn eigen playlist kan of niet. Ja. Dat eigenlijk.
Ja, ik ben eigenlijk best wel ouderwets wat dat betreft, want ik luister echt totaal niet naar afspeellijsten, alleen maar naar albums. En ik check gewoon echt, als ik afspeellijsten luister, dan heb ik die zelf gemaakt, dus dan pak ik zelf nummers. Maar verder is het gewoon, ik luister gewoon albums of mijn eigen nummers op shuffle ofzo. Ja, ik heb dat ook een klein beetje, maar laatst, waarom ik over playlisten wil praten is, tegenwoordig is het voor een artiest echt belangrijk dat je in woordenschat playlist komt. La Vida Loca, volgens mij heb je Hip Hop NL. Rap Café, ja. Rap Café, ja, noem maar op. En ik heb het gevoel dat dit, zeg maar, niet echt een goede ontwikkeling is voor de muziekgame. Want als je als bepaalde artiest niet erin komt, dan krijg je ook gewoon die streams niet, of die erkenning niet, of die exposure niet. En vroeger ging het met een curator, dat hadden we Diewertjes, een naam die een beetje bekend voorkomt voor mensen die veel hip-hop luisteren. En zij regelde dan alle playlists. Dus dan kon je naar haar sturen of met haar mailen. Ging ze het checken. En dan ging ze het gewoon toevoegen aan playlists voor jou. Zij alleen, zij was gewoon de enige. Zij was de enige curator voor, en Nederlandse scene. Maar zij is gestopt. En nu is het meer een beetje, ik heb het gevoel dat het meer contract-based is. Dus dat bepaalde labels gewoon echt voorrang hebben. Want sowieso. Als je gewoon kijkt, de mensen die echt independent zijn, die komen niet echt veel voor in playlists. En jij zelf hebt ook dan gewoon een kleine kans. En ik weet niet wat jullie daarvan vinden, maar ik vind het gewoon jammer. Ja, het was sowieso altijd al zo. Dat weet je toch? Niet om shift te zijn, toch? Niet om de game te exposen, maar je weet toch? Je weet dat er worden sowieso onderling, worden sowieso altijd een kleine onder de tafel gedaan, snap ik bedoel. Ja. Maar ja, als independent artiest, ja, wat zal ik zeggen? Ik denk gewoon, het is wat je zegt, toch? Via een curator, zoals die Witcher, ging het nog wel zeg maar iets makkelijker, toch? Ja. Dat je dan misschien een persoonlijke band met haar had. Of je kende er gewoon, dat je er zag op feestjes of wat dan ook. Maar nu is het gewoon via zo'n automated system, je weet toch. Het komt wel langs een curator, maar... Je hebt minder impact erop nu. Je kan niet echt veel meer beïnvloeden en zo. Ik vind het wel leuk dat je over Chief hebt gesproken, want die man heeft inderdaad twee heftige tracks gedropt. Die Ewa Ewa en die Expose the Game. Ik zeg het je heel eerlijk, ik zag het totaal niet aankomen. Ik dacht echt, het was een party track. Het klonk als al die andere party tracks ervoor. En opeens halverwege die clip switchte gewoon. Ja, hij was wel echt gefinist gewoon. Ja, jullie dachten, club tune. Goed gedaan. Ik was maar, lang blij. Ja. Lang blij. Ik was blij. Wat ik wel een beetje moeilijk vind aan die situatie. En vooral moeilijk is. Hij heeft het over mensen die cloud chasen. Mm-hmm. En de game op een bepaalde manier gebruiken om fame te krijgen. Maar... een heel goed punt is, hij had het over Armo, die kwam voor in zijn clip. En Armo ging toevallig in de Fano's live. En toen is die man hem gegaan en toen vertelde hij van, ja, maar heeft Chief niet hetzelfde gedaan met Monica? Nee, want Chief maakt niet... Chief heeft ook gewoon hits. Chief maakt ook gewoon muziek. Mensen vinden hem ook gewoon hard. En dus dat betekent, hij is niet aan de cloudjes. Hij maakt nu, zeg maar... gewoon een statement. Hij maakt een statement naar haar van, hé, luister, dit wil ik. Hij heeft gewoon alle platformen. Ja. Wat Armo doet is gewoon raar. Dus hij checkt gewoon, wat is de hype? Wat is de trend? Betalen. En wat ga ik gewoon gellen om, zodat mensen naar me kijken? Moet ik van de trein springen? Springen! Nep tattoos en zo. Jezus. Kleur haar. Hij is gewoon maar vreselijk. Is het ook niet een beetje raar is dat? Wat? Dat Chief, hij dropt die tune, Ewa Ewa Lena, en dan Expose the Game. Toch, en dan zegt hij in die game, in die tune zegt hij van, heeft hij ergens alleen over topnotch? Huh? Hij brengt die tune uit onder topnotch. Maar hij is niet meer dezelfde, snap je? Bij topnotch heeft hij een ander contract getekend. Ja. Hij heeft dat ook echt heel eerlijk verteld, vind ik echt heel mooi. Chief had het allerslechtste contract ooit in zijn leven getekend, denk ik. Want die jongens waren heel vroeg bij topnotch. Unana, wat was dat, 2013? Ik heb echt het gevoel dat ze heel veel geld afgaven. Dat ze echt weinig van die streams kregen, maar ook gewoon geld van hun concerten gingen afgeven. Van hun shows. En dat hoef je niet te doen als artiest. Nee, sowieso niet. En hij probeerde een tijdje independent te gaan. Met, volgens mij was het Unforgettable Records. Music. Unforgettable Music. En dat ging niet zo goed. Hij zei ook zelf in een liedje daarna, zijn streams gingen omlaag. Hij kreeg niet de exposure. Hij merkte ook, het was veel meer werk dan hij eerder had verwacht. En om dat te fixen, heeft hij nu een nieuwe deal getekend. Een deal die ook Seven heeft. Volgens mij, en ook Frenna, dat ze een eigen label ook hebben, maar dat ze ondergetekend zijn bij Topnotch. Dus dat ze het netwerk van Topnotch mogen gebruiken. En dan zijn ze een soort van partners van elkaar, in plaats van ik werk voor jou. Het lijkt een beetje op die, tenminste hij geeft me het gevoel nu wat Lijpen heeft. Lijpen is getekend, maar
hij moved hoe hij wil. Hij zegt gewoon wat hij wil. Het boeit hem niet. En dat vind ik sowieso een hele toffe. Als je gewoon in zo'n positie kan staan. En dat gevoel krijg ik nu een beetje bij de deal die hij heeft getekend. Maar ik weet niet hoe het zit, maar dat gevoel krijg ik er wel bij. Maar nu, hij baart gewoon wat hij wil baren. Ja, is inderdaad, Chief is bezig aan misschien een comeback eigenlijk, om zo te zeggen. Hij was een klein beetje van mijn radar af, vond ik. Maar ja, iemand anders die ook echt heel lang van mijn radar af was, was Joe. Joe season. Ja, klopt. Hij was echt lang van die radar af, ja. Ik heb wel een enthousiaste dame hier over Joe. Ja, ik volg Joe al sinds zijn mixtape Knock Knock 1 gewoon. Ja. En ik heb lang gewacht. Echt lang gewacht. Ja. Toen ik kwam met die sneak van zijn 101, dacht ik, oh mijn god, we gaan het weer regelen. Want ik ben naar zijn concert geweest, twee jaar geleden, ondertussen 2,5 jaar geleden. Zei hij van, Joe season, kom snel. En hij is dan 2 jaar verder. Twee jaar verder, je dropt nu je 101, je komt hard. Frank Ocean. Ja, je dropt een andere tune, gaat hard. Asma Flow, die kwam die week erop uit. Ja. Maar nu dropt hij een andere tune, Fluit. Met Idali. Ja. Vind je haar? Gaat niet hard, man. Vind je haar? Vind niet hard. Ik vind Idali zeg je echt... eerlijk, en die tune is niet eens in mijn playlist. Ja. Het is niet hard. Ik vind Fluit wel hard, hè. Ja. Nee, man. Je hoeft niet aan mij de vraag of ik het uitvind. Oh, niet uit. Ik vond eigenlijk die hele 101 PC saai. Hè? Ja. Wow. Die 101 is ook niet uit. Nou, die 1-1 was wel. Aan het begin met zo'n rare flow of zo. Was offbeat. Oh, ja, je snapt maar, hard. Maar ik heb altijd het gevoel als Joe een soort van offbeat praat. Ja? Maar heb je dat gevoel altijd? Nee, weet je? Nee, maar nee, offbeat is een nieuwe onbeat. Kijk naar Blueface. Ja, Blueface. Ja. Maar weet je, het is met dat offbeat. Biggie rapte ook een soort van offbeat. Hij rapte zeg maar na de beat. Ja, net erna. Maar broer, bij die van Joe, hoe hij binnenkomt. Niet echt hoor. Kom op. Biggie slechte vergelijking. Nee, maar ik wil even een voorbeeld aangeven dat niet iedereen op beat altijd rapt, weet je. Ja. Er zijn mensen die voor de beat rappen, na de beat. Maar dat is voor mij, ja. Ja, ik kan dat gewoon niet. Zeg maar, bij mij zit, het zit gewoon in mijn systeem om gewoon altijd op de maat te rappen. Je kan me gewoon die beat zetten en zeg bro, rap of beat, en het lukt gewoon niet. Maar jij hebt talent. Dat heb jij. Nee, het is, ja, talent, het is geen talent. Maar ik vind het juist talent dat je offbeat kan rappen. Ja. Ja, man. Nee, maar ik vind het talent als je offbeat kan rappen en het is hard. Ja, maar niet iedereen moet het doen. Joe moet het doen. Ja, snap je? Ja, niet iedereen moet het doen. Ja. Je hebt gelijk. Joe moet het doen, hè. Ja, maar want Joe komt ook binnenkort aan met het album, maar... Ik denk dat het misschien te laat is voor Joe. Nee. Zeg geen verkeerde dingen. Maar misschien, hè? Ik zeg daarom ook misschien. Hè? Misschien ik denk, bestaat niet. Denk niet dat wel, het, ik denk. Oh mijn god. Sorry, dat moest ik. Ik denk niet per se dat het te laat is, maar ik denk gewoon dat er niet meer genoeg mensen op hem wachten. Behalve de echte mensen die echt hem volgen, zoals bijvoorbeeld ik en Roshi en zo. Wij wachten op die man. Ja. Maar mensen zoals nu, ze zijn gelukkig ook met Femke Louise. Snap je? Ja, ze wachten niet meer op Joe. Het is eigenlijk al. Beetje te laten of hij moet echt hard komen. Kijk. En alles pakken. Alles is hype. Maar dat is het verschil tussen een echte ja, artiest en hype, toch? Want ja, hij is tuurlijk. Iemand, als je echt artiest bent, je kan echt rappen. Ja, maar nu, heel veel mensen zijn al, hun oren is al een beetje, weet toch, polluted met hype. Dus... Maar wanneer je die echte dingen brengt, dan ze gaan alsnog luisteren. Je gaat natuurlijk, maar luisteren. Ik denk wel dat het niet meer lang moet duren voor Joe. Het moet niet meer te lang duren, gewoon. Ja, en hij moet denk ik dan wel best wel vernieuwend zijn als hij, bijvoorbeeld offbeat gaat rappen of zo. Misschien is dat vernieuwend of zo, misschien is dat iets anders. Want als hij gaat komen, als hij al wat meer van mensen hun radar verdwijnt, wat jullie zeggen. En hij gaat dan vervolgens hetzelfde doen wat hij altijd doet. Dan gaat hij waarschijnlijk daar niet heel veel verder mee komen. Mm. Dus dan zou hij wel echt moeten proberen om een beetje vernieuwend te zijn, denk ik. Hij moet eigenlijk gewoon eventjes meegaan met die wave, man. Hij moet eventjes meegaan met die wave. Dat is niet vernieuwend. Nou, maar Joe heeft een bepaalde positie in de game, toch? En die moet hij gewoon goed gebruiken, man. Er zijn weinig rappers met, zeg maar, unieke posities in de game. Ja, maar hij is geen Hef of Atje, snap je? Ja, maar Hef en Atje vind ik dat Hef en Atje soms een beetje laks zijn geworden. Vanwege het feit dat ze een plek hebben. Ze staan zo hoog in een rap game. Weet je, iedereen heeft het over Hef, Atje. Ze staan op een bepaalde plateau. Het maakt niet uit wat ze doen. Nou, Hef heeft ook wel een bepaald plateau. Iedereen vindt alles hard van Hef eigenlijk. Terwijl zijn laatste album, wat was het, Koud? Ja. Ik vond het niet een uitstaande album. Het was gewoon typisch Hef. Ik heb een formule. Het was gewoon Hef. Hef gewoon, ja. Maar die tape daarvoor niet. Die tape daarvoor was hard, hè? Die tape daarvoor van Hef. Geit was hard. Geit was de shit. Maar Geit was ook, zeg maar, produced door één producer alleen. Ja. Ik vind dat soort albums wel harder, weet je. Het was alleen maar spanken, dus dan voel je bepaalde chemie. En... Ik vind gewoon dat
Cho moet gewoon even meegaan op die wave. Hij moet gewoon even kill. Van die wave die al die mannen gather. Gewoon. Wave is dat? Die clubtunes hele dag. Maar zie je Cho bijvoorbeeld als een poke dan? Nee, sowieso nee, niet. Hij is anders. Maar hij moet iets meer die richting opgaan. Die tempo van die mannen, van die clubtunes is helemaal... Kijk, weet je, dat ding is helemaal bro, vast. Dat ding is, mensen die Cho loeven, toch? Mensen die van Cho houden. Weet gewoon loeven. Ja, dan praat ik gewoon voor mezelf, je weet toch? Jezus. Dan... Ik wacht niet op Cho om mij hetzelfde te brengen. Als de rest. Als wat Pokémon brengt. Maar dat af ik. Snap ik bedoel, ik wil gewoon van Cho, weet je toch? Dat hij gewoon even met serieuze bars op me komt. Zoals die 101, die lentesessie en zo. Dat hij moet met harde shit komen. En ook gewoon, weet je, die dingen die hij heeft, gewoon zoals op Knock Knock, weet je toch? Dat hij gewoon domme tunes heeft, raar uitgebouwd met Weet je toch, niet verleid. Ja. Maar daarom vind ik die tune niet hard. Kijk, shut up. Dat sowieso. Maar niet fluit, man. Ja. Maar kijk, dat is voor mannen. Van mannen, wij kennen niet die oude tunes. Gewoon mannen die echt op Cho wachten gewoon voor zijn dingen. Wij kennen die oude tunes en zo. Serieus, die lentesessies, die boys in the hood, dat soort dingetjes. Ja. Wij gingen zulke dingen gewoon taf. Tuurlijk. Maar voor die nieuwe kids, die nu toch echt wel het publiek zijn. Moet de aandacht trekken, ja. Maar ik bedoel, de helft van Poke's crowd is gewoon min 15 en zo. Ja. Maar even over Poke, hè, want ik vind Poke echt heel interessant. Poke heeft een unieke positie in de game. En ik denk dat Poke, heel veel mensen onderschatten dit en deze statement ga ik echt maken. Poke is belangrijk voor de Nederlandse rap game. Ja. Ben ik mee eens. Poke doet iets wat niemand doet en hij heeft laten zien van, yo, je kan met jezelf te zijn, kan je gewoon, oh, thanks, Leidseplein. Poke kan met zichzelf te zijn gewoon, hij heeft gewoon Nederland een beetje veroverd door zijn gekke energie, zijn dansjes en zijn pokus die gewoon bijna nergens overgaan, maar het blijft in je hoofd hangen. Big facts. Ik denk ook dat er niemand is die Poke niet kent. Nee. Zelfs mijn vader, om die tunes, dat ik denk, come on, man. Hij is gewoon een showman, toch? Zit in hem. Hij zit in hem. Het is gewoon een likable guy en je hoort het ook in zijn muziek. Yeah. Maar soms heb ik wel het gevoel dat hij een beetje gewoon bijna een meme is of zo. Ja, maar dat is wel leuk. Maar je zei, hij is een showman. Weet je wie echt laatste vette show had neergezet? Nee. Willem. Ja, ik ben er geweest. Shout out Willem. Ja. Hij was, wat ik wel gek vond aan van het hele concert, hij stond in water. Ja. Ja, maar ik snap niet waarom. Is die artistieke vibe, weet je. Sommige artiesten ga ik nooit begrijpen waarom ze wat doen, weet je. Hij had ook een soort van judo-pak aan. Het zag er mooi uit, maar het leek gewoon echt op een Jezus. Volgens mij was dat van het water, was volgens mij omdat... Ja, in zijn album praat hij eigenlijk over zijn depressie, toch? En heel veel van die tunes gaan ook over dat hij verdrinkt in zijn mental health ziektes eigenlijk. Ja. En nu dat het wat beter met hem gaat, staat hij erboven, zeg maar. Hij verdrinkt water, niet, snap je? Je weet de oudje alles. Ik ben naar beide shows geweest trouwens. En ik vond, eerlijk gezegd, van de eerste dag vond ik eigenlijk veel harder dan de tweede dag. Het leek alsof er op de tweede dag minder energie was van hem, maar meer energie was van de crowd. Niet dat dat per se slecht is, hoor. Maar het leek alsof hij gewoon minder kracht of energie gaf in die tweede show. Dat kwam bij mij gewoon de eerste keer veel harder binnen. Mm-hmm. Ik vond die lichtshow echt epic, man. Ja, die visuals waren ziek. Die visuals waren echt ja, zeker. Niet normaal. Maar ik denk dat hij ook iets heeft neergezet met die visuals, weet je. Want Busy had laatst ook een concert in AFAS. Ik heb gehoord, mensen hebben €40 voor een kaartje betaald. Dat is echt gek. AFAS past ongeveer 6000 man in als dat getal klopt. En... ja, hij had wel hele sicke visuals. Zijn show heette What Would Jesus Do? Hij had Adje genomen, die was God. Busy was Jezus en Adje was God. En Adje had dan iets ingesproken. En dan zag je zijn gezicht in een soort van wolk voor hem. En moest hij God voorstellen. En dan kwam Busy daar. Maar Busy had echt mooie visuals. Zeg maar, dat hele stage was gewoon licht. Het ging met hem mee. Ja. Hij had het heel mooi gedaan. Maar wat ik echt jammer vond is... Ik weet, hij moet autotune gebruiken, maar... Soms ging die man gewoon ademen en zelfs zijn adem was in autotune gewoon. het was gewoon... Ik vond dat jammer, weet je. Ja, maar soms heb ik echt het gevoel dat dit soort hiphop shows of zo gewoon echt lastig in zo'n grote plek of stadion, weet ik veel, wat gegeven kan worden. Bijvoorbeeld, ik zat bij de Super Bowl in Amerika, weet je, bij Amerika voetbal, zat ik die halftime show te kijken. En bijvoorbeeld Travis, ik vond dat ook gewoon wack. Het is gewoon... Ik weet niet, maar die energie, dat lukt gewoon niet of zo in zo'n groot stadion met die autotune en zo. En het klinkt gewoon raar of zo, man, had ik het gevoel. Dus het is gewoon heel moeilijk. Iemand moet gewoon echt goed proberen die saus te vinden, toch? Hoe die dat op zo'n groot publiek, op zo'n podium kan overbrengen. Want heel vaak komt het toch een beetje ongemakkelijk over of zo, heb ik het gevoel. Ook bij echt grote artiesten, zoals Travis. Dus misschien gewoon te veel, omdat je niet echt connectie kan maken met het publiek.
Het is gewoon, snap je? Het is gewoon te veel. Ja, je bent ver weg van die mensen. Je kan niet echt een connectie maken. En ik denk dat dat wel een rol daarin speelt. Is een van jullie wel eens bij Drake geweest? Ja. Kon hij dat wel een beetje? Want dat was ook een grote... Ik ben naar die show van 2 jaar geleden geweest. Toen hij in de, waar was toen? Ziggo Dome. En ik, toen miste ik dat zeg maar ook. Zeg maar, ik zat toen. En ik merkte wel van, ook zelfs als je stond, het was gewoon een afstand. Hij kreeg wel de hele crowd mee, maar het is gewoon niet hetzelfde als dat bijvoorbeeld dat hij hier in de Melkweg zou staan, snap je? Ik denk wel dat dat gewoon wel een rol daarin speelt, dat het gewoon te veel is en te groot. Wel in Treff is zijn verdediging. Zijn shows gaan over het algemeen gewoon wel echt en het maakt niet uit hoe groot het is, maar true. Als mensen zeg maar moeten zitten en moet orde zijn, dan pakt hij het niet. Maar als hij gewoon de crowd erbij kan moshen, ja, man. Ja, ook bij Wuha. Ik denk dat dat komt door wat ik zeg, dat voorbeeld dat ik gaf, dat hij gewoon, dat was op tv, dan moet je gewoon netjes praten en zo. Ik denk dat daar gewoon aan lag dan. Ja, man. Ik bij Wuha, besef me, ik had gewoon Converse aan, witte. Einde van de avond had ik 1 Converse in mijn hand. Ik was op 1 sok, ik was bijna geplet voor in die moshpit bij Boys of 5. Oké, misschien was Travis dan niet zo'n goed voorbeeld. Ja, maar ik volg wel wat je zegt, man. Ik vind de kleine ruimtes, kleine zalen, weet je. Het creëert een wat betere sfeer, vind ik, weet je. Je staat ook dichter bij de artiest. Ja, meer persoonlijke, zeg maar. Dat ja, en je ziet ook echt, als er 1500 man daar komen in een kleine zaal, 1500 is niet klein, man. Als er gewoon wat kleine ruimtes zijn, dan zie je ook iedereen daar echt voor die artiest. Je hebt sommige mensen die gewoon komen voor een paar tunes. Maar daar zie je echt de mensen die gewoon alles meer rappen en meer zingen. Daar is Amartie bijvoorbeeld echt een goed voorbeeld van. Shout-out naar Amartie. Zeker. Maar hier, hij heeft het nu 2 keer in de Melkweg gedaan. En dat zijn gewoon, hij is gewoon ziek live. Was aan. Ja. Uitverkocht. Geweldig. Alleen maar handen. Ja. Mooi energy, shout-out naar hem. Encore Festival is... Het is dit jaar afgelast. Ik ben vorig jaar geweest. Ik heb vorig jaar genoten in de regen. Shout-out naar Spice. Het was wel koud. Dat ik dat heb gezien. Nee, regenjas aan, joggingsbroek aan. Ik had gewoon vieze schoenen aan. Of ik kreeg het warm van Spice. Ik kreeg het warm van Spice, dat zeker. Dat gaan we niet te veel bespreken. We waren daar met Avro Losjes. Ja, ook. En elke keer dat het zeg maar dat wij op moesten, stopte het met regenen. Dus we hadden 2 keer super hype koud. Het was echt aan die beelden die we hebben geschoten met Snapkids waren ook echt lit te zien in die aftermovies en zo. Maar de tweede keer was er wel zo'n, zeg maar, zo'n grote plas met water. Dus er stond zeg maar, voorin stond er een gat. Dus het leek alsof er geen mensen waren. Ja. Terwijl iedereen was daar. Hype was gewoon aan. Maar het was sneu, man. En Cor was hard. En, waardoor denken we dat het niet doorgaat? Ik denk gewoon dat vorige keer dat ze echt veel kosten hebben gedraaid. En dat de opkomstmatig was. Ja, dan denk ik ook gewoon veel kosten, opkomstmatig. Maar dan heb ik ook eerder gebost en zo van stage. Die tent is ook gebost, zeg maar, van de stage waar wij stonden. Als, hebben ze zo'n overdekkende tent, zeg maar. En die is stuk gegaan door de... We weten dat niet. Ja, het is gewoon stuk gegaan. Oké. Het is gewoon stuk gegaan. Ja, ik vind het jammer, weet je. Encore is wel iets dat... centraal staat in de Nederlandse hip-hop. En het is gewoon een festival dat we minder hebben. Terwijl iedereen kijkt er toch gewoon naar uit. Omdat het is een hip-hop. Het hoort erbij gewoon. Het is gewoon sowieso einde een beetje van festival season. Het is een beetje afsluiten van festival season. Daarna zijn er misschien nog 1-2 festivals. Weet je toch, Avro Losjes Festival en zo. Maar... ja, nee, ik vind het wel jammer dat het er niet is, maar ik heb gehoord 2020 zijn ze sowieso weer terug. Zijn ze terug? En beter. Comeback. Ik hoop comeback. Het. Dus, want ik was er ook vorig jaar en ik had het gewoon echt koud. Ik dacht echt dat ik doodging op het festival. Dat kwam gewoon weer maar. Je was niet bij Spice, denk je dan, hè? Ik was zeker wel bij Spice, hoor. Ik heb 2 keer mijn auto geswitcht. Het was echt vochtig vorig jaar. Ik heb die luxe niet, weet je. Als maar die visuals in die grote tent die zeg maar op het plafond waren echt nice. Ik denk dat als mensen daar iets hadden gebruikt, dat ze sowieso hard gingen of zo, hoor. Want... ja, can't relate. Maar... ja, can't relate, maar ja, dat denk ik wel. Ja, dat was wel echt nice. En volgend jaar moeten we gewoon... allemaal kaartjes bij. Dan moet die uitverkocht zijn. Ja. Want als het ook kostmatig is, die gaat naar ons. Ja. Okay, dat is wel zo. En ze hebben ook elk jaar was het best wel vervelend weer. Het weer is vervelend, maar die vibe is goed. Maar omdat het zo koud is en zo nat. En het is ook naast het water, dus het is niet alleen nat. Ja, kom nog een serieuze wind gewoon checken van, joh, vaker dan. Dus het is gewoon echt koud, waardoor mensen niet willen komen. En ik persoonlijk vind het gewoon wack, want je moet gewoon komen. Vinden jullie dat zij kunnen competen met andere festivals in Nederland? Hip-hop festivals?
Ik denk het wel, maar ik denk wel dat ze het een beetje moeilijk gaan krijgen met Hoa. Ja. Vooral met Hoa, alle artiesten kaap die er gewoon eigenlijk zijn. Maar Hoa is een monopolie-ting. Zo. Dus ja, snap alles je? Dus ik denk wel dat Anchor het sowieso wel ietsje moeilijker gaat krijgen. Maar ze zijn gewoon daar, man. Nee, ze zijn wel gewoon in die line-up voor festivals die je moet checken. Moet. Ja. Elke festival season. Maar ze gaan het zwaar krijgen. Vooral met Hoa gaat ze denk ik wel een beetje... En dat nieuwe festival, hoe heet die? Festival in België. België. Dat is gewoon Hoa 2.0, man. Ja. Ja. Ja, maar ik denk dat ze niet gaan halen. Maar ik vraag me af wat zij gaan doen. Want ze taffen veel, maar wat taffen ze precies? Hè? Ze zijn duur, heb je gezien wat die kaarten zijn. Ja, die zijn gewoon 5 barken en zitten. Ze zijn op prijzen. Het is €170 of €270. Ik kan ook komen chillen in huisje. Ja, huisje. Maar dan is een huisje is €900. Festival. Maar die, moet checken, man. Dat huisje is apart van je ticket, bro. Dus nu, ja, dus je bent gewoon een kop kwijt. Je hebt een osso, zeg maar. Je hebt een osso en dan kan je wat chillen. Maar je kan het festival niet op. Dus je mag gewoon een kop betalen. Ja. Eigenlijk wil je daar naartoe gaan. Ja, man. Maar, verkoop je ziel en zo. Anko had vorig jaar wel bijvoorbeeld Frenna die op stage stond. Als het goed is, toch? Stond die op stage bij? Ik heb niet gezien. Ik weet dat Ronnie er was. Ik weet dat Ronnie er was. Ronnie, in ieder geval Ronnie of Frenna was het. En... die waren allebei genomineerd voor de Edisons. Mm. Edisons zijn de Nederlandse popprijzen. Het is een hele prestigieuze prijs die je kan winnen. Het is ook niet een publiekstemming, maar een jury bepaald. Mm. En in de categorie hip-hop waren er 3 mensen genomineerd. Frenna, Busy en Ronnie. Hè? Ja, Busy ook. Busy? Ja. Gek, hè? Ja. Gek. Maar we gaan verder. Frenna heeft hem gewonnen. Wat ik persoonlijk een beetje... ik had hem liever aan Ronnie gegeven. Hij had Ronnie niet gedropt vorig jaar. Ja, maar hoe? Mm. Hoe ga je het dan geven? Ik zelf, maar ik bedoel... Ja, maar hij dropt nog niks. Ja, maar hij had niet gedropt vorig jaar. Nee, ik... Maar maakt het niet uit. Hij heeft toch Norrie gedropt? Ja. Was Norrie niet 2017? Was het in 2017? Ja, was het begin 2018. Okay. Oh, dan twip ik. Sorry, my bad. Dan moest ik hem krijgen. Dan had hij hem liever... Ik vind persoonlijk dat hij hem liever moet krijgen dan Frenna. Ik snap die nominaties niet eens. Want Busy, hoe is dat Busy in hiphop? Ja. Busy moet je eruit laten, weet je. Dat vind ik niet zo erg. Ik dacht Busy ook niet volledig. Ik weet niet wat zijn drive is. Maar dan die keuze, dan snap ik, dan kan ik ook geen goede keuze maken. Want als er zeg maar 3 mensen die echt hiphop maken, daar zitten, dan kan je kiezen. Maar als al 2 van de 3 niet echt hiphop maken, maar meer popmuziek of reggaeton of... Ja. Afro-PC. Ja, dan ja. Maar sowieso, die lijnen van wat hiphop is best wel een beetje vaag ofzo. Want bijvoorbeeld sommige mensen noemen zelfs Post Malone ofzo hiphop. Dus dat is zeg maar... Ja, het is een beetje faded. Het is een beetje faded. Hiphop begint ook groter te worden. En heel veel dingen vallen ook onder hiphop. Dus popmuziek. Ja, popmuziek. Maar ik vind het wel frappant, weet je. Want het jaar daarvoor waren er wel goede nominaties. Zoals Yo Silvio. Seven en Ronnie. Toen had Ronnie hem gewonnen. Ja, maar dat moet. Ik gewoon met Remy. Dus, en Remy was gewoon een heel sterk album. Ja. Daar heb ik niks over te klagen. Maar ik vond dit jaar wel jammer dat Frenna hem heeft meegenomen. Ik vind die nominaties gewoon raar, man. Ja. Ik vind het niet per se jammer, man, maar Ronnie moest hem gewoon eigenlijk echt krijgen. Het is niet dat Frenna het niet heeft verdiend. Of nee, hij maakt tunes. Hij maakt tunes. Ik vind hem niet alleen hiphop, weet je. Nee, dat sowieso niet. Echt, maar wie is nog alleen nog maar hiphop? Alleen hiphop. Eigenlijk. Ja. Soul trash. Ja, klopt. Zwart licht. Maar het is zo. Zwart licht. Maar dat is niet waar. Zwart licht. Ja, zwarte Hollanders heeft best wel licht. Dat is ook niet waar. Niet waar? Nee, man. Wat maken ze nog meer? Ook gewoon andere shit, man. Wat maak je? Ja, maar wat? Wat? Broer, ben ik zwart licht? Ik weet het niet. Kijk naar mij. We gaan terug. Zwart licht, zwarte Hollanders. Beste videoclip gewonnen. Ik weet niet als jullie die clip hebben gezien. Ja. Ik vond het sowieso dat heel zwart licht album underrated. Het bestaat volgens mij sinds een week, een jaar. Gewoon niet genoeg erkenning gekregen. En ik ben blij dat ze die prijs hebben gewonnen, weet je. Dan kan Hazy, Leroy en Aquasi zeggen van, joh, we hebben een Edison. Mm-hmm. En wij als team Milkmaid zijn ook echt bezig met nieuwe concepten opzetten. En we hadden laatst een Edison-winnaar bij ons. En dan mag Blok vertellen wat de Edison-winnaar bij ons heeft gedaan. Ja, klopt. Ik ben dus ook co-programmeur van Milkmaid. En ik heb dus een programma lopen, het heet Unlocked. Een DJ-programma. Wat echt draait om de kwaliteit van de DJ en zeg maar, ja, gewoon... hoe die zichzelf zeg maar neerzet als DJ. En we hadden dus gasten. En een van de gasten was dus Hazy van Zwart Licht. Ja, dat pest ik wel helaas voor je line-up. Maar, ja, en ja man, dat is gewoon heel dope. Heet, toch? We hebben een interview met die man gehad. We hebben die man DJ set laten draaien. Ja, dat is heel nice. Dus ja man,
En, coming soon. Coming soon. En met Milkmaid zijn we ook bezig met andere dingen. We hebben ook Mood Swings. Dan doen we akoestische live sessies. En we zijn ook bezig met een ander interview format. Shout-out Lee Engineering. Ja, shout-out naar Lee Engineering. Dus Lee Engineering. Ze zat vorige keer naast me, maar helaas is ze gesneuveld. We denken aan jullie, hè. ja, en we zijn als team Milkmaid gewoon heel erg bezig met ontwikkelingen. En als mensen ook inzendingen hebben... jullie mogen alles naar ons mailen. Komt vast wel een e-mailadres in scherm en zo niet in de beschrijving. Mail muziek naar ons, content. We zullen alles checken. Ideeën. Wij taffen het. Ja. En we staan open voor alles. Ja, we gaan alles kennen gewoon. En weet je, het is ook tijd dat de Melkweg weer zo'n comeback aan het maken is. Mm-hmm. Net zoals iemand anders heeft gedaan. Big Soldier, Big Draco. Drake! Drake! Nigga in de wheelchair? Nigga in de wheelchair? Ja, dat ging je barbecue over de week. Echt? Ja, kill. Want Drake zat toch in die serie? Toch? Hij tafde alleen die meme. Hij tafde alleen die meme. Hij kent alleen die meme. Met die interview. Nee, ik heb interview gecheckt, man. Ja, maar ik heb dat is 35 minuten toch? Als 35 minuten kunst. Ja, Soulja Boy heeft 35 minuten kunst. Het was gewoon echt comedy, hoor. Maar ik ga je één ding zeggen. Dat is het langst wat ik ooit naar Soulja Boy heb geluisterd. Want de rest van zijn muziek. Hij zegt, hij heeft een comeback gemaakt. Maar waar? Ik zie het niet. Ik zie het ook niet. Ik zie het niet. Zeg maar, Crank Deck is teruggekomen in mijn playlist. Kiss Me Through the Fall. Wat doe je? Ja, ik zeg het je eerlijk, het is gewoon, ik was die man vergeten. Het is teruggekomen. Ja, Crank Deck kan je wel echt verwijderen uit je lijst. Echt wat. Ja, wij willen gewoon playlist opfokken. Je gaat hem nu cranken. Ja. Eerlijk, ik ben nog steeds... Nou, pas, pas. Ja, maar eerlijk, als die tune komt, je voelt wel energie. Can't relate, man. Nee, ik denk wel aan vroeger. Ja, vroeger, man. Maar kennen die dansen? Ja, tuurlijk. Je denkt die dansen door je door. Oké, is goed. We gaan behind the scenes, mag je niet dansen. Nee, maar... Kijk, ik denk dat Soulja Boy als persoon heeft hij zijn comeback gemaakt van... Fakka, hoe vergeten jullie mij? Terwijl... Omdat hij er niet was. Ja, nee, hij was dood. Nee, dat was het niet, man. Maar dat ging hem niet echt. Maar dat ging hem gewoon in de spotlight zetten. Het is gewoon Flavor Flavor gaan, broer. Ook niet zijn dingen geven. Dat kantoor is geef toch, waarom? Hij brengt Gucci headband terug. Ja, Gucci, man. Bro, hij brengt die Gucci headband terug. Hij brengt die Gucci headband terug van... Die is nooit weg geweest. Respect. Nee, man. Elastiek is gewoon Eddie Bank, hè? Maar weet je wat het ding is? Kijk, ik vind, kijk. Het eerste wat ik dacht, van, hey, bro, wat doe je zo druk? Maar daarna, in het interview, hij back alles op. Ja, en daarna, al die artiesten die jij noemt, waren ook nog van, hé, ja man, hij heeft gelijk. Hé, als het niet aan hem lag, had ik niet dit of dat. Maar hij heeft dus nieuwe tunes. Ja, maar blijkbaar, met de nadruk op blijkbaar, ja, we laten het gewoon daarbij, weet je. Want niemand gaat het toch taffen? Nee, maar zeg maar het punt wat hij wil maken, en daar ben ik, want ik had een keer een avond niks, toen heb ik back-to-back eerst dat interview met hem bij Breakfast Club gekeken, en toen die bij Everyday Struggle, en ik ging gewoon helemaal stuk om hem, toch? Hij is gewoon een soort van clown of zo, maar ik vind het gewoon echt grappig. Maar het punt dat hij wil maken, dat ben ik wel gewoon met hem eens. In dat hij, zeg maar, in wat is het, 2007 of zo, 2006? Ja, grondlegger. Is hij begonnen met gewoon die internethype, met gewoon het via online gewoon zichzelf groot maken. En eerlijk, wat voor artiest deed dat op die manier zoals hij dat deed destijds? En hij heeft wel wat dat betreft gewoon echt invloed gehad. En kijk, niet qua muziek. Maar, vind ik hem niet per se dat ik echt denk van oké, muzikaal is hij echt een legend of zo, maar gewoon de movement en zijn denkwijze en zijn manier van handelen destijds. Of hij er nou helemaal achter zat of ook zijn managers, et cetera, dat weet ik niet. Maar dat is wel gewoon bijna een soort van revolutionair geweest en ook gewoon, heeft gewoon heel veel invloed gehad. En inderdaad, elke artiest die zou dat nu ook gewoon toegeven. Ja. Van, als Soulja dat niet heeft gedaan destijds, dan was ik ook niet... had ik het ook niet op die manier aangepakt waarschijnlijk. Maar ik vind ook dat hij meer support verdient van business-wise en ook gewoon van alle artiesten. Zeker. Omdat hij is ook gewoon gefocust op black people, op de groei van black people. En nog steeds, ook al heeft hij nu zoveel money, hij draait zijn rug niet om naar hun. En hij probeert bijvoorbeeld... Zoals een gameconsole, hij maakt het gewoon goedkoop. Een gameconsole. Ja, wat het ding is, kijk, bijvoorbeeld Kanye West maakt nu money, toch? Hij maakt nu kleding.
Yeezy is gewoon, wat, twee barkie? Kom op, je moet die patta toch taffen. Kijk, maar kijk, het is gewoon een voorbeeld. Nee, en dit nu doe je niet. Taffen. Taffen. Gooi je schoenen. Weet je wat? We laten vies alles. We laten, dit even terwege. Maar één persoon die ik ook wil bespreken, aangezien we toch wat dingen moeten bespreken, is de heer Robert Kelly. Recentelijk zat hij vast. Hij is 10 keer aangeklaagd wegens child abuse. 10 aanklachten zijn ingediend. Zijn huid. En zijn bond was 1 miljoen. Dus nou, daarvan moet je, dus dat is zeg maar je borg, is 1 miljoen. Daarvan moet je 10% zelf kunnen betalen om uit jail te komen. En hij kon die 10% niet ophoesten. Voor de wiskundigen onder ons, 10% van 1 miljoen is een ton. $100,000 kon R. Kelly, de man van I Believe I Can Fly, niet opleggen. Maar is dat een feit? Kon hij het niet? Of nee, hij niet? Iemand aan, een dame. Hij had geen buik. Een dame heeft het betaald voor hem. Uit zijn vriendenkring. Ik weet niet waarom. Er zijn wel wat dingen online gekomen waarom het is betaald. Maar zij gelooft in zijn onschuld. En die heeft de 100.000 borg voor hem betaald. Wat zijn advocaat zei zelf. Van, ja, Kelly of advocaat. Het kwam uit zijn kringen kwam naar voren. Dat hij dat zelf niet kon ophoesten. Die 100.000. Maar iets wat echt een discussie is. Luister je nog steeds naar Kelly? Want nee. In principe. Mute R. Kelly. Nee, principe, mute Nikhil. Iedereen is onschuldig tot schuldig verklaard. Al zijn er heel veel dingen online. Dat is volgens de wet, hè? Toch? Dat is volgens de wet. Heel tof. Dat is, die kind was wel daar. Ja. Maar ja, het bewijs online is wel heel erg zwaar tegen hem. Die memo ook, joh. Hij laat nog een memo gelekt. Bro, die memo, dat kan gewoon nep zijn. Nee, maar die kinderen waar hij zegt van, luister, als jullie me wilden helpen, is jullie maar lang helpen. Bij die dacht ik van, broer, ja, nu kan ik niks meer voor je betekenen, man. Hij blijft gewoon in die cam, gewoon van, hey, broer, als jullie me wilden helpen, moest jullie het al lang doen, nu. Ja, ik zeg je eerlijk, als ik gewoon echt puur naar muziek kijk, gewoon verder alles buiten beschouwing gelaten, maar muzikaal, in mijn ogen, is R. Kelly gewoon een legend. Ja, dat gaat wel voor mij niet veranderen, want... Maar alleen die ik kan gewoon muziek... Pak het inhoud. My body is telling me yes. Hij zegt wat hij aan het doen was. Ja, nu zijn al die lines zijn nu gewoon dubbelzinnig zomaar. Dat is nu. Maar nu kan je nog steeds hetzelfde luisteren. Ja, man. Ik ben echt gewoon denk even, heb je die documentaire gezien? Maar heb je die documentaire geluisterd? Wat genoeg van je hart van die pokoe? Alles, man. Ja, nee. Ik ga het net nog een keer zeggen. Kijk de documentaire toch? En dan ga je die tune niet meer zo luisteren. Jawel. Nee, echt niet, man. Morgen maar weer. Je weet toch, kijk, begrijp me niet verkeerd toch? Het is niet dat ik zeg van wat hij gedaan heeft, dat maakt niet zoveel uit. Hij kan gewoon vrij blijven wat mij betreft. Dat zeg ik niet. Maar ik vind gewoon, ik kan gewoon een artiest, gewoon, bij een artiest kan ik gewoon een persoon in de kunst kan ik gewoon apart zien. En ik heb zoiets van, hij wordt waarschijnlijk al gestraft in de vorm van een gevangenisstraf. En zijn hele reputatie is gewoon helemaal... weg, laat ik het even netjes zeggen. Maar ik kan nog wel gewoon zijn muziek loszien van dat. En denken van wat hij heeft gemaakt, dat kan ik wel waarderen. En waarom zou ik hem ook op die manier zouden willen straffen door ook zijn muziek te gaan boycotten. Ja. Als dat gewoon iets is waar ik gewoon, wat ik gewoon kan waarderen. Wat ik gewoon... Ja, het is alleen moeilijk omdat hij, zeg maar, wat hij deed in de muziek heeft verwerkt. Kijk, ik kan ook makkelijk uit iets losmaken van zijn muziek, maar bij hem is het Dat heb ik vooral bij Kanye, by the way. Het is moeilijk, man. Kanye die pro-Trump is, maar ik ga nog steeds hard op Kanye, weet je. En maar ik vind het wel moeilijk om, zeg maar, soms de privé dingen en de artiest een beetje te scheiden. Kanye doet dat wel goed. Maar misschien is het omdat ik vrouw ben, hoor, want ik kan die dingen dus niet meer los van elkaar zien. Ik begrijp wat je zegt, maar ik vind gewoon dat R. Kelly moet gewoon echt geboycott worden. Klaar. Je loopt vieze dingen te doen met kleine kinderen. Meisjes. Ik was 4 jaar geleden was ik ook 14. Kom op nou. Gewoon wat je deed, ga je nu vertellen in je tunes. Nu moet ik naar die tune luisteren. Nee toch, zo werkt dat. Het gaat niet meer. Age ain't nothing but a number. Het is gewoon fout suspect. Wat hij heeft gedaan. Yes. Nou, één persoon die ik nog wil bespreken is de heer 21 Savage. Of zoals ik hem noem, Sir 21 Savage. Oi mate. All my shoes are in the back zijn gewoon eigenlijk de Engels. Is een noif? Savage drinkt geen water. Hij denkt die Savage. Hij is wel van de UK. Man is gewoon blijkbaar van de UK. Hij represent Atlanta. Down to heart. Mans. Van de UK. Ik vond het grappig, die memes. Internet was zo snel. Ja, man. Oi, governor. Oi, governor. Ja, ze waren op zijn huid. Ik word gewoon wakker. Ik zie
50 memes en denk, hé, waar gaat dit over? Ik had het zelf nog, ik had niet eens door waar het over ging. Zou nou die meme guys, maar zo pitten niet. Ik snap die kwestie niet echt, man. Dus, ik kan het je wel uitleggen. Dat is precies niet. Als het goed is, hij werd aangeklaagd, of er lag een aanklacht voor dat hij ooit een show had gedaan. Of hij moest een show doen, had hij geld gekregen, maar hij is gewoon niet gekomen. Mm-hmm. Dus dan gingen ze dat onderzoeken. En toen kwam ook dat ding te sprake van de immigratiedienst, van dat het bleek dat hij illegaal In Amerika was. Maar iets met zijn green card, toch? Van, het is niet, hij had wel een aanvraag gedaan voor een nieuwe visum, maar dat liep nog. En toen is hij door immigratiedienst opgepakt, omdat hij dus blijkbaar niet Amerikaans burgerschap had. Clown. Omdat hij geboren is in de UK. Ja, ik heb ook gehoord tijdens de arrestatie heeft die man ook een cup lean uit het autoraam gegooid, zodat ze dat niet zouden vinden. Hij is, gevonden met een geladen wapen. Ik weet niet als dit allemaal klopt, hè? Jeez. En daarom had hij ook wat langer gezeten dan normaal. Meestal bij de immigratiedienst worden je zaken gewoon gelijk geregeld. Mag je gaan. Maar ook vanwege de status van wie die man is. Maar moet hij terug nu? Ja, dat weten we niet. Er zit nu een proces in. En dat zullen we zien. Maar ik denk dat bijvoorbeeld 21 in mijn drill zien wel hard zou gaan. Ja, ook al weten, man. Maar die mensen voorhoofd is die Shankman ding. Maar ik neem aan dat zijn wapen dan geregistreerd was, toch? Of niet? Want... Ja, ik weet niet hoe dat zit, weet je. Want als je met een wapen... Bro, in Amerika, hoe lang? Je gaat schieten op kills, bro. Je gaat niet op een inbreker. Je gaat op iemand schieten. Dan ga je toch niet registreren. Maar dan ben je nog niet vrij in drie maanden. Maar waarom zou hij op mannen schieten, bro? Daar heb je BV'tjes voor, anders. Maar waarom zou 21 op mannen schieten? Dat heeft Gucci toch ook gedaan? Iemand had in zijn ossen ingebroken. Gewoon blij. Ze blazen allemaal. Migos ook blazen. Wat dan? Ze gingen ook clips legen. Ze gingen, bro. Maar nu, als jij 21 Savage bent, broer, je weet toch, hij doet die shit a lot, bro. A lot. Hij kan niet nog mensen shooten, bro. Kan niet meer. Het is tijd geweest, bro. Ja, dat zeggen ze allemaal. En dan worden ze geklept met nakkoes. Hoe hij vrij is? Hoe zijn nu dan vrij? Want als hij met een wapen is gevonden... Ja, maar dat is voor mij, hij is voorwaardelijk vrij. Dus alles wordt nu... onderzocht, dat denk ik. Dus je wordt losgelaten als je geklemd wordt. Je taf het niet helemaal. Wie? Ik? Nee, hij taf het niet helemaal. Ik? Nee, hij taf het niet helemaal. Ja, je bestaat iets als voorwaardelijk vrij zijn. Dus dan mag je onder bepaalde voorwaarden, huisarrest of wat dan ook, mag je nog in het land blijven, maar je kan niet reizen, want je kan sowieso niet weggaan en anders het gedoe doen. Dus maar dat is toch als er niet genoeg bewijs is? Ja, dat soort dingen. Of als er een langer onderzoek is en er blijkt dat je geen vluchtgevaar bent of gevaar bent voor de samenleving, weet je. Ja, toch. Maar met de kano ben je dus geen... Okay, nee, ja, ik weet niet hoe het zit. We lezen ook alles op internet. Ja, alle informatie kan wel of niet kloppen. Het is een beetje een moeilijke situatie. Ja, dat is inderdaad wel... je weet niet echt de ins en outs en zo, toch? Maar er zijn gewoon heel veel artiesten al in 2019. Heel veel artiesten in 2019 opgepakt. Ja, dat vind ik al... Snitch 9. Melly. Ja, Melly. Oh mijn god, ik las dat gisteren. Wat een zieke gast. Ja. Voor de mensen die niet weten, YNW Melly zit vast voor volgens mij een dubbele moord op zijn vrienden. Op zijn matties. Ja. Maar hij ging met die corpses rijden. Ja, blijkbaar. Ja. Waarin hij testte voor moord. En heeft hij ze in de auto gezet, ging hij met ze rondrijden. En heeft hij het zeg maar zodanig gefaked dat het op een drive-by shooting moest lijken. En hij heeft de pokoe erover gemaakt, toch? Ja. Murder on my mind. Nee, dat is niet die? Nee, maar die pokoe was al nog één. Voordat dit is gebeurd. Maar het is wel... Het creëert wel een soort van stigma en beeld over hem. Maar dan werkt je mind niet goed, hoor. Even serieus. Maar niet zomaar matties, hè. Maar gewoon zijn beste matties. Gewoon zijn twee mans. Zeg dat jou nu squeeze en ik zet je gewoon die waggie van, ga even rijden. Maar buiten dat, hij komt wel echt hard. Hij is wel echt hard. Hij is aan hard? Nee, maar hij is wack. Wow! Ik heb niet geluisterd. Bro, zijn mond lijkt op poep. Zijn hele gezicht lijkt op een vis. Omhoog lijkt op een shark kill. Ja. Hij is niet de... Hij is wack, bro. Hij heeft maar die tune gaat wel lekker, bro. Hij zingt... Bro, hij lijkt op een geit, bro. Ik kon niet horen van die man. Blok gaat maar. Ja, man. Genoeg van deze poep shit. Ik kan het niet supporten, bro. Mensen die mannen doodmaken en dan... Maar hij is waar. Nee, ik. Dus wacht even. Mannen die mensen squeezen zijn...
Mag ik niet zeggen, maar mensen die kleine roosie met kleine meisjes krijgen die kost wel leven. Nee, daar heb je wel echt een dat is allemaal nee, het is hetzelfde. Het gaat om principes. Deze mensen hebben geen ziel. Die plaskin is wel bewezen. Maar die is al old school. Maar die kino's is ook niet bewezen. Je kan niet iemand huis zitten voor het oude ding. Misschien is dat ook een reden om R. Kelly... ja, hij was vrijgesproken, die Ton niet kon, op, kon betalen, want hij heeft heel veel contracten lopen en gelddingen lopen met mensen om zeg maar niks over de dingen te zeggen die hij gedaan heeft in het verleden. Dat is, ook, man. Dat is ook niet docu. En bijvoorbeeld bij dat meisje waar hij overheen heeft gepist, die ouders. Ja, je zegt het ook alsof het gewoon niks bijzonders is. Die ouders hebben gewoon gezegd van dat is mijn dochter niet. En toen is die hele zaak gewoon afgehandeld van oké, dan is het niet, dan was het niet R. Kelly die dit gedaan heeft. Dat ding is ook gewoon. Je moet toch niet alleen kijken, je moet niet alleen kijken naar R. Kelly, je weet toch? Fuck met die meisjes ook eigenlijk. Dat heb ik bedoeld, die meisjes zijn ook gewoon weird, man. Die zeggen, je laat gewoon over je heen plassen. Ze zijn ook gewoon die van, R. Kelly, wil je op mijn plassen? Ja, zeg maar eigenlijk, je weet niet wat er is gebeurd voor haar. Er zijn gewoon jong meisjes die gewoon wilden gillen. Wil je me vertellen dat die ijzer waarop ze is geplaatst, dat ze in die documentaire zit? Ja, nee, zij niet zo, maar de nicht zit erin. De nicht zit erin. Nou, die nicht. Je moet van die nicht horen. Ik ben niet voor R. Kelly, ik ben ook niet tegen R. Kelly. Maar kom op. Ze heeft plas getaft in haar gezicht. Ja. Broer. Ja. Er zijn meerdere ijzers die taf van plas, man. Ja. Ik zeg je, als je... Hoe kijk die documentaire in? Wacht even, één seconde. Je kent meerdere ijzers die plas taffen? Patricia Pai. Patricia Pai. Deze topic is wel moe, zeg maar. Oké, we gaan... Oké. Helemaal. Dit is echt nasty. Para wil nog iets zeggen en dan gaan we afsluiten. Plas. Ja, nu voel ik het een beetje... Ik wil niet die plas-story, ik wil er niet echt te lang op doorgaan eigenlijk. Wie taf dat nou? Zeg maar, waar we het net over hadden, je hebt zo'n Dave Chappelle skit toch? En hij zegt daar ook van, oké, als je 14 bent, heb je dan genoeg verstand om te bepalen of je wil dat iemand over je heen pist? Nee. Natuurlijk niet. Maar waarom dat vinden dan? Ik zeg eerlijk, toen ik 14 was en als een guy naar mij zou komen van, mag ik over je heen pissen? Ik zeg gewoon nee, klaar. Maar kijk, wij zouden gewoon nee zeggen, maar waarom zei je dan? Ja, maar sommige dames zijn ook alles strak. Je bent daarom, precies. Dat was al gado, ja, die man is... Hij was al gado. Maar luister, voor mij op die leeftijd was Beyoncé of zo ook... Wacht. Ik niet. Je zou nee zeggen toch? Volgens mij zeggen jullie dat. Hij zegt volgens mij dat Beyoncé over hem heen mag plassen. Nee, juist niet. Ik zeg, als ik 14 ben en Beyoncé komt naar me toe, ook is het voor mij een godin. Als zij zegt, mag ik over je heen plassen? Ik zeg alsnog gewoon nee. Ik zeg eerlijk. Maar je laat niet over je heen plassen. Dit zijn dingen die je gewoon als mens niet doet. Hij vroeg het niet. Hij zei gewoon van, hij ging gewoon zomaar. Dames en heren, het is uiterst gezellig, maar helaas. Helaas, we gaan echt afsluiten. Ik laat het gewoon daarom, weet je. Precies zoals, man. Die blijft fresh in je mind houden. Instagram, doe normaal, D01 normaal. Oké, ja, zelf promo. Dan gaan we eruit. Ja, dus zelf promo mag. Ik weet niet, is iemand nog even van... Dan is je bordje even op Snapchat. Zeg me gewoon. Ja, man. Ik ben deel ook van Hip-Hop Collective in Nederland. Het heet NEP. We hebben 3 weken geleden onze eerste single online gezet op Spotify. Volgende week komt er een nieuwe single online. En album coming very soon. Top. Volg Afrolusjes, volg Snapkids op Instagram. Wie dan, man? Go to. Je weet toch, jullie praten heel veel. Mijn naam is Blok. Volg me op Instagram, zon.blok. Je weet toch, luister ook naar R. Kelly, man. Ja, voor Joan, het heet Shut Up. Iets voor al die mannen die haten. Oké, is goed. Nou, ik wil sowieso iedereen bedanken die mee heeft geholpen aan productie vandaag. Alle vier. Je wil nog iets zeggen? Ja, maar ik heb ook een single uit. Het is voor alle ladies. Oh ja. Shame. Wat is het? Pussy Drip content. Jezus. Je weet toch, dit is zo allemaal Pussy Drip. Ik wil even... We sippen het gewoon, man. Jullie sippen dat gewoon, maar shout aan jullie. Oké, lekker. Ja, man. Jij heet die single, man. Het is online. Top. Ik wil iedereen nogmaals bedanken voor jullie aanwezigheid. Iedereen bedanken die heeft meegeholpen in de productie. En ik hoop dat we elkaar volgende week weer zien. Ja. Like, subscribe, check onze socials. Alles gaat wel verschijnen in de beschrijving. En
ik hou van jullie. En delen. Dat, mensen. Dat, milk meat de season. Harten. Ja, delen, ik weet niet. Dat gewoon alles. Mm. Mm. Mm.